Goedemorgen. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit is het TVWS nieuws van woensdag 14 augustus. Ik ben Marcel van den Eng. De kap van ongeveer 600 bomen in de Zoetermeerse wijk Zegwaard blijft de gemoederen bezighouden. De gemeente heeft plan om bijna alle bomen neer te halen. Ze zijn veel te groot en ze maken de stoep allemaal kapot hier zo. Want ze trekken de stoep tegen ons omhoog, worden ze omhoog. Dus wij mogen ze weg. Het moet zeker blijven. Het is hartstikke mooi groen. Het is hartstikke netjes zo. Waarvoor zouden we ze weghalen? We gaan er gelijk weer een kale bende van maken. Nee, van mij mogen ze graag weg. Want we hebben er heel veel last van. In de herfst komt alles in de tuin. Ik heb er geen last van. Absoluut niet. Nee. En degene die er last van hebben, zou ik zeggen, kap dan daar een boom. Het is duidelijk. De bewoners zijn zeer verdeeld over de bomenkap. Hilbrand Nawijn zou graag zien dat niet alle bomen worden verwijderd. Nou ja, kijk, er zijn bomen inderdaad die de wegen kapot maken. Daarvan zou je zeggen, die zouden weg moeten. Maar er zijn ook bomen die nog gewoon staan. Ja, en die zou je misschien nog kunnen laten staan. Het gaat er nu om van in hoeverre kun je dus bewoners, omdat ze erg verdeeld zijn over of de bomen gekapt moeten worden, hoe je de bewoners er nog bij kunt betrekken door te zeggen van nou die boom wel en die boom niet. De VVD stelt voor om na de zomervakantie een bewonersbijeenkomst te organiseren. De brandweer uit Boskoop, Waddinxveen en Bodegraven-Reewijk heeft gisteren geholpen bij een grote brand in Woerden. De rookwolken van de brand in een scooterwinkel op een bedrijventerrein in Woerden waren ook in onze regio te zien. Bij de brand zijn twee grote explosies geweest. Staat de pier op instorten of kan het bouwwerk nog wel een stormpje hebben? Uit onderzoek zou blijken dat de constructie overwegend in zeer goede conditie is. Maar vorige week werd het bovendek van de Scheveningse trekpleister nog afgesloten, omdat het gevaarlijk zou zijn. Wie op de site van Veilinghuis Troostwijk Vastgoed op zoek gaat naar verkoopinformatie over de pier, komt een interessante zinsnede tegen. Want ondanks alle berichtgeving over de slechte staat van het bouwwerk, zou uit onderzoek van ingenieursbureau Royal Haskoning DHV blijken dat de pier overwegend in zeer goede conditie is. Iets wat taxateur en Scheveninger Aad Verhoog maar nauwelijks kan bevatten. Dat lijkt mij erg sterk dat men dat heeft geconstateerd. Want als je naar de pier kijkt, iedere leek kan zien dat de pier in slechte staat verkeert. En in zeer goede conditie verkeert iets dat net gisteren is opgeleverd. Maar er is bij de pier geen sprake van. Verhoog noemt een paar pijnpunten op. Er zijn hier hekken gespannen, zodat je er niet onderdoor kunt lopen, want het is gevaarlijk voor vallende stukken beton. 2/3 van die palen is behandeld. Daar is een kunststof product omheen gegaan. Dat beton zelf zal ook wel behandeld zijn wat erin zit. Dat zijn natuurlijk labmiddelen, omdat die betonnen paal van zichzelf niet sterk genoeg meer was om te blijven staan. En dan heb je daar die palen, die zijn nog helemaal niet behandeld en die staan al 50 jaar in zee te staan. En ik kan me zomaar voorstellen dat als deze aan de beurt zijn geweest, dat die ook aan de beurt komen. Maar hoe kan Royal Haskoning dan tot zo'n andere conclusie komen? Ik kan me niet voorstellen dat een bedrijf van die naam en faam een partijdig en niet objectief rapport schrijft. Dus het zijn of niet hun woorden, het klopt in ieder geval niet. Volgens Verhoog moet er snel iets gebeuren met de pier. Het ingenieursbureau Royal Haskoning zal vandaag een reactie geven tijdens een persconferentie over de veiling van de pier. Prins Friso wordt niet bijgezet in het familiegraf van de Oranjes in Delft. Hij wordt vrijdag begraven in Lage Vuursche. Leden van het Huis van Oranje-Nassau worden al eeuwenlang bijgezet in de nieuwe kerk in Delft. Het is nu voor het eerst dat van die traditie wordt afgeweken. Prins Friso wordt in besloten kring begraven. Hij zal niet worden opgebaard. En er zal er ook geen rouwstoet zijn, zoals eerder wel het geval bij prins Klaus en prinses Juliana. Er blijkt toch niet te zijn geschoten op een portiekdeur in de Haagse Hengelo-laan. De politie kreeg maandagavond een melding van een bewoner dat er op de toegangsdeur van zijn flat was geschoten in de wijk Morgenstond. Maar na onderzoek zegt de politie dat er niet is geschoten. Er zijn geen kogels gevonden. Wel is er schade aan de ruit. Hoe die dan wel is veroorzaakt, weet de politie nog niet. En dan de kranten. Steeds meer meeuwen in Den Haag, dat voorspelt de Haagse Vogelbescherming in het Algemeen Dagblad. De gemeente Den Haag heeft er al van alles aan gedaan om de hoeveelheid meeuwen in te dammen. Maar dat heeft weinig zin zolang er genoeg eten voor de vogels in de stad is. Ook in het Algemeen Dagblad dat winkeliers in Zoetermeer het aantal diefstallen in hun zaken verder willen terugdringen. Ze overwegen een Twitter-account te activeren om elkaar digitaal te waarschuwen.
En na een grote opknapbeurt van bijna 3 jaar is het 17e-eeuwse praalgraf van de gevallen zeeheld Maarten Tromp weer te bewonderen in de Oude Kerk van Delft. Dat staat in de Telegraaf. Schilders leggen deze dagen de laatste hand aan het monumentale graf. En dat was het TV West Nieuws. Meer nieuws op 89.3 Radio West en op onze site omroepwest.nl. Er zijn ook de apps te downloaden voor de smartphone en iPad. Vanmiddag vanaf 5:30 is er weer TV West Vandaag. Maak er nog een mooie dag van.